En dan gaan de Turken naar de stembus voor de presidentsverkiezingen. De inflatie in het land is hoog en de aardbeving heeft het land hard geraakt. De huidige president Erdogan lijkt minder populair. Erdogans belangrijkste uitdager, Kemal Kılıçdaroğlu, die gaat voorop in de peilingen. Komt er een eind aan de 20 jaar durende macht van Erdogan? En wat betekent de verkiezingsuitslag geopolitiek, economisch en maatschappelijk? Ik bespreek het deze week met 5 kenners in BNR's Big Five over Turkije. En vandaag is de gast NRC-columnist en headhunter Alin Bilic. Welkom. Goedemorgen, dank u. Nou, we hebben elkaar vaak gesproken, dus we moeten tutoyeren. Voordat ik met je ga hebben over de presidentsverkiezingen in Turkije, wil ik eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, schrijven over de islam, schrijven over Turkije, dat doe je vaak in je NRC-column. Vaak ook op Twitter publiceer je. En dan ben je behoorlijk uitgesproken. Het valt niet bij iedereen goed, dat is eigenlijk extra goed ook weer, want dan is het provoceren natuurlijk en er gebeurt er wat. Maar waar doe je het voor? Waar doe ik het voor? Nou, sinds mijn dochter, het is een beetje een clichéverhaal, zou je kunnen zeggen. Sinds mijn dochtertje geboren is, voel ik me iets wat meer genoodzaakt om me te roeren in maatschappelijke discussies. Dat kan over duurzaamheid gaan, dat kan over digitalisering gaan. En dat gaat ook over het leven in de grote stad. In Nederland. En dan heb je te maken met diverse bevolkingsgroepen. En dan is het de kunst om te kijken hoe we goed naast elkaar kunnen leven, met elkaar kunnen leven. Net zoals we dat in de jaren 80 en 90 hadden. Dus het tegengaan van segregatie is het achterliggende doel bij mij. En dan ten tweede, er wonen familie en vrienden van jou in Turkije. Je komt er regelmatig, je bent zelf geboren en getogen in Rotterdam. Wat is jouw favoriete plek in Turkije en waarom ook? Oh, dan kan ik daar eigenlijk heel duidelijk over zijn. Dat is Izmir, dat is een combinatie van Tel Aviv, westerse steden zoals Nice. Het ligt aan de kust en het is. Ik ben inderdaad geboren in Rotterdam, maar mijn eerste 15 jaar ben ik daar vrijwel jaarlijks naartoe gegaan. Ik zat thuis te drammen van wanneer gaan we nou eens een keer naar Frankrijk, maar we gingen toch naar Izmir. Ja. En nu achteraf, na mijn 18e hoefde ik er een aantal jaren niet te zijn. Nu achteraf vind ik het met man en kind heerlijk om er te zijn. Ja. Maar nog steeds, Izmir, laten we zeggen, als je moet kiezen tussen Izmir en Istanbul, dan kies je voor Izmir. Ja, zeker. Het heeft een wat modernere. Het was wel grappig, laatst was dat ook. Er zijn aardig wat Iraniërs, Iraanse vrouwen, die werken in Turkije, veel expats ook. En die vinden het heerlijk om in Izmir te bivakkeren. Omdat het een wat vrijere stad is vergeleken met Istanbul. Istanbul heeft natuurlijk ook veel vrije kanten, maar het is een beetje klein Turkije. Met ook allerlei invloeden, diverse culturen in die stad. Ja, en het is gewoon heerlijk zeeklimaat. Dan de Turkse verkiezingen op 14 mei. Die gaan om misschien wel de belangrijkste verkiezingen in de wereld in dit jaar. Zo zei RTL-correspondent Olaf Koens bijvoorbeeld. En meerdere zeiden hem dat na. Ben je het daarmee eens? Hoe bedoel je? Waar ben ik het mee? Wat zegt Olaf Koens precies? Hij zegt, het zijn misschien wel de belangrijkste verkiezingen in de wereld dit jaar. Nou, in die zin, als je dat vergelijkt met andere verkiezingen zoals Israël, ook belangrijk. Is het Eurazië? Het is een Eurasiatisch land, buurland van Europa. Gaan ze democratiseren? Gaan ze de rechtsstaat herstellen? Of gaan ze op oude voet verder? Nou, dan kun je ze in het rijtje van Trump, Poetin. Tuurlijk is het een ander land en zit het niet in een oorlog zoals Poetin nu in Oekraïne zit. Maar het zijn sterke leiders, autocratische leiders, die vooral onvoorspelbaar zijn in hun doen en laten. Hoewel hij ook zich geprofileerd heeft als wereldleider. Hè? Dat is de laatste jaren gebleken. Zelfs Griekenland vindt het ook prima als Erdogan wint. Want wat zij zeggen is, dan hebben we in ieder geval een voorspelbare tyrannieke leider. Maar wat zeggen de vrienden en familie van jou die daar wonen? Want die zullen ook allemaal misschien andere meningen hebben, maar daar kun je misschien ook wat rode draad uit halen. Nou, mensen zijn echt zeer overtuigd dat de oppositie gaat winnen deze keer. A, omdat de inflatie toren hoog is. B, de aardbevingsschade natuurlijk. Dat loopt in de miljarden op. En C, wat belangrijker is, kijk, in de eerste 10 jaar heeft Erdogan Turkije uit economische slop gehaald. En in de eerste jaren met gemiddeld zo'n 5 tot 6% economische groei gerealiseerd. De 20 jaar daarvoor gebeurde dat ook. Alleen aan het eind van die 20 jaar, eind jaren 90, was dat behoorlijk in slop geraakt.
Nou, dat heeft hij gerealiseerd. Dus pas nu zie je dat mensen zeer ontevreden zijn en het zwaar in hun portemonnees voelen. Dat die inflatie gewoon niet meer te hanteren is. Ja, ik zie dat deskundigen over Turkije op heel veel gebieden verschillen, maar op één punt zijn ze het wel eens dat het nu vooral om de economie gaat draaien. Zoals Clinton een jaar geleden in Amerika ook zei, it's the economy, stupid. En daar gaat het nu ook over economie, in Turkije. Voor de binnenland is het economie. En daarbij, wat voor Turkije wil je zijn naar de toekomst toe? Wil je een Turkije zijn die zich weer opnieuw van oudsher aansluit bij Europa en zich daar meer verwant mee voelt? Of ga je je afzetten? Hè? De in het binnenland is er nogal een samenzweringsgerichte beeldvorming, dat er alleen maar vijanden buiten Turkije zijn. Nou, de oppositie, je kunt veel van hem zeggen, hij is veel minder charismatisch dan Erdogan, Kılıçdaroğlu. Ja. Maar hij is niet iemand die het is een vervelende naam, ik weet het, om uit te spreken in het Nederlands. Maar hij is in ieder geval niet iemand die zeer gekke uitspraken zal doen in bilaterale of met diverse landen. Maar binnen Turkije kun je je voorstellen dat Erdogan, juist, dat heb je altijd, als je ergens lang zit, dan hebben mensen toch het idee van, zie je wel, dat is vertrouwd en laten we die maar houden. Maar er gebeurde wat met hem. Ook bijvoorbeeld, het lijkt klein, maar toch, hij zakt in elkaar in een live talkshow. En dat is toch een event waar veel mensen naar gekeken hebben, waar ze over praten. Wat gebeurde daar precies? Nou, dat is een beetje onduidelijk. Alleen, ik vind Turks nieuws volgen altijd een beetje ingewikkeld, want je krijgt 134 versies van wat er gebeurd zou zijn. Ja. En vervolgens doet men best, zeg maar, om zo snel mogelijk hem weer in beeld te brengen dat er niets aan de hand is. Dus het echte antwoord weet je niet. Het is niet zoals de Europese berichtgeving. Er gingen geluiden dat hij ernstig ziek zou zijn, hartaanval, oververmoeid. Het is nu helemaal klaar. Dat soort berichten krijg je dan. Ook in diverse krantenstukjes. Maar echt weten we het niet. Maar dit was te klein om grote invloed. Want allerlei zaken hebben natuurlijk invloed tijdens verkiezingen. En achteraf kun je dat pas keurig zien en dan kun je dat mooi analyseren. Maar dit is een heel klein dingetje. Dit is niet iets wat doorslaggevend zou kunnen zijn op het laatste moment. Je staat in de stembus, je denkt, wacht even. Dat verwacht ik niet, omdat hij zoveel scandeert overal. En ik heb voor jullie speciaal zondagavond laat nog even naar de Turkse zender zitten kijken hoe hij tegenover zes journalisten de diaspora aanspreekt en insluit en van alles de verspreiding van Turken over Europa en echt begripvol en overal probeert hij nu sympathie te kweken en overal in beeld te zijn. Hij is overal in beeld. En hij probeert daar ook al die stemmen vandaan te halen. In Nederland geloof ik ook 400.000 mogelijkheden. 400.000 stemmers verspreid over met name Deventer, Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam. Ja. Maar of Amsterdam en Den Haag. Maar kun je zeggen dat ook een hele grote invloed gaat hebben? Nou, dat is. Er wordt geschreven dat een beetje in de marges zit. Invloed in de marges. Amerika heeft van oudsher veel meer expats. Dus die zullen minder op Erdogan stemmen. Geldt ook voor het Verenigd Koninkrijk. Maar Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Daaruit is gebleken dat de helft stemt. En daarvan heeft vorige keer 70% op Erdogan gestemd. Nou ja, er zitten inmiddels meer expats ook in Europa uit Turkije. Er is best een brain drain gaande. Maar hoe ver rijk zijn lange armen? Ik bedoel, daar zijn de meningen ook over verdeeld. Ik was weer gechoqueerd, ondanks dat je het weet. Hij spreekt echt aan van een journalist had de vraag gesteld van kunt u zich voorstellen dat de mensen die daar niet wonen, dat de Turken in het binnenland het vervelend vinden dat zij stemmen? Hij zei, nee, dat kan ik me totaal niet voorstellen. Ik ben in de jaren 70 in Europa geweest, in Duitsland geweest. Hele vriendelijke mensen, hardwerkende mensen. Mensen die volledig buitengesloten worden in die samenlevingen. Er wordt heel veel gediscrimineerd. In alle moskeeën worden besmeurd, echt op die manier. Wij moeten de mensen helpen, we moeten ze insluiten. Nou, dat verhaal gaat dan echt minutenlang door. Ja, en ik kan me dan best voorstellen dat de tv-kijker hier in Amsterdam-Ostdorp of Rotterdam-Zuid denken, die man, dat is mijn leider. Ik ga erop stemmen.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.